De servers van Rust, de EU-servers van Rust, zijn vernield in een grote brand. Er is geen backup server, er is just loads of progress gone, eigenlijk. Ja, en dan door al het blussen werk zijn ze dan ook nog nat geworden. En metaal verrust. Oh, nee, het was wel grappig, want ik zag dat nieuws zo passeren, wat dat verschrikkelijk erg is. En zo, ah ja, brand bij OVH. En ik ga, wacht eens, dat is waar dat mijn server is. Dus ik ineens direct naar mijn website. Oké, mijn website is nu online. Er staat niet veel op, maar hij is nog online. Dus mijn server is al niet afgebrand. Die ene container met uw server is oké. Ja, het was dus blijkbaar een brand in Straatsburg. Waar dat ze dan in die dinges 4 serverfarms hadden of zo. Bij mijn weten is de eerste vernield. De tweede en de derde en de vierde zijn mogelijk nog oké. En zijn ze dan aan het opstarten. Maar ja, natuurlijk, dat ding is kapot geblust. Dus eerst ook de hoeveelheid reparatiewerk om die servers waarschijnlijk online te krijgen, gaat ook al wel weer even duren. Dus ik ben benieuwd hoe vlot dat gaat zijn. Maar inderdaad, voor de EU-Rust-spelers betekent dit het einde van hun progress. Want er zijn bij mij weten, wat ik las, geen backups. Nee, het is voor de ontwikkelaar Facepunch, a real punch in the face. Vooral nu gezien dat... hij begint. We zien dat Valheim letterlijk de grotere game is in het genre voor het moment. Is dit echt geen goed nieuws? Want naast... Rust verwijdert om de zoveel tijd wel alle vooruitgang van zijn spelers dat het opnieuw reset wordt. Maar er zijn ook community servers getroffen geweest die hun eigen rails gebruiken. Die gaan ook verdwenen, grotendeels verdwenen zijn. Kijk naar Tendes en Abu. Die hadden destijds ook een RP-server op Rust. Ja, ze hebben dat tijd terug nog een keer proberen te doen, maar ze zijn er niet lang mee bezig geweest. Ik heb ook 1 keer even gespeeld en dat was wel grappig. Het is niet mijn genre spel, dus ik heb het er niet meer opgezeten. Maar vooral die mensen die daar constant bezig waren met al die dingen te maken, dat moet niet plezant zijn. Ja, echt een tragedie. Ja. Nu hopen dat ze het snel terug online krijgen.